Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog op mijn YouTube-kanaal. Voor ik begin, vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. Doe thumbs up en laat een comment na of jullie dit een leuke vlog vonden. Het is, zoals jullie kunnen zien in de titel, het gaat over een try-on haul van bikinis die ik meeneem op vakantie. En de cover-ups ervan. Alle bikinis die ik aan heb en cover-ups zijn ofwel maat small of medium, ligt eraan hoe klein ze vielen. Het zijn zowel bikinis van Shein als van Calzedonia. Dus ik ga zoveel mogelijk linkjes hieronder in de beschrijving zetten. Maar als ik het niet vind, sorry, dan kan ik het niet meer erbij zetten. Laten we eraan beginnen. Oh ja, by the way, mijn hond ligt hier. Ik ga de bikinis niet één voor één apart laten zien. Maar ik ga gewoon ze aandoen. En de cover-up er ook bij, zodat jullie kunnen zien hoe het eruit ziet. Dit is de bikini. Yes. Turquoise-achtig van kleur. Ik weet niet of dat ook overkomt op beeld. Super mooi. Twee stripjes van achter. Bedekt goed van achter. Van voor zit hij ook heel mooi. Ik vind het een super bikini. Ja. Is ook hier met verstevigende metaal van onder. Dus ja. Super leuke cover-up. Meer zo gehaakt stof. Komt de kleur van de bikini in terug. Beide is van Shein. Dus is super leuk. Hier is er een split. Maar ideaal om naar het strand of naar het zwembad te gaan. Dus. Dit is ook een super mooie bikini en cover-up. Rokje. Je bindt het gewoon hier aan de zijkant. Allebei ook van Shein. Dit is trouwens outfit nummer 2. Super mooi van kleur. Komt ook weer het paars in terug. En dan de bikini, ja. Een bandeau bikini. Het broekje is wat korter van achter. Gaat wat korter in. Je kunt de zijkanten breder maken van het broekje door hier aan de strikjes te zitten. Dus ja, super mooi. Ideaal. Zo. Dit is een cover-up van Shein, bijhorend bij de bikini top. Het broekje niet, omwille dat broekje veel te klein was uitgesneden van Shein. Dus heb ik gewoon gecombineerd met een zwart broekje. Tegenwoordig gaat het toch allemaal. Het cover-up kan je hier strakker maken, zo wordt het korter. Of je kan er gewoon een knoop in leggen. De rest heeft het mouwtjes, het is een beetje doorzichtig, maar... voor de rest bedekt het goed met een V-hals hier van voren van achter dicht. Dan hebben we het groene bijpassende bikinitopje. Het is gewoon triangle en geknopt op de rug en nek. En dan het shortje. Allee, bikinibroekje. Is een wat ik ooit in de H&M heb gekocht, dus die gaan jullie niet meer terugvinden. Wat is de bikini? Een witte cover-up. Ook gehaakt met hier wat dingen van onder. Is van achter hetzelfde als van voor. Hier heb ik niet specifiek een bikini bij. Ik draag deze vaak over mijn gele bikini die straks komt. En dan deze bikini. Cover-up is ook van Shein. Heb ik wel een paar jaar geleden gekocht. Maar het is super fijn. Lekker luchtig voor een vakantie in de hitte. De bikini. De bikini daarbij is weer een bandeau strapless bikini. Bijpassend broekje. Dus super mooi. En nog een prachtige hond op de achtergrond. ja, dus zit super fijn. Valt ook niet uit. Is hier van achter wel met een brede band. Dus als je daar niet van houdt met tanning, ja, dan zit het niet hier. Een bandeau bikini, ik denk nog wel 5 ondertussen. Ik kan niet meer tellen. Je kunt dat hier binden in de nek, maar je kunt het ook hier binden. Is wat kleiner, is wel een kleiner broekje. En hier is het afgewerkt met een ringetje, hetzelfde als hier. Is donkergroen goudkleurig. Is van Shein. Super fijn. En
Ja, hier draag ik dus de witte cover-up, ofwel soms die groene playsuit cover-up. Oranje van kleur, flashy oranje. Ik weet niet of jullie dat goed zien op camera. Cover-up bestaat uit twee delen. Een topje wat hier bindt en een rokje ook met prachtige mouwen en waaronder mooi afgewerkt. Is ook volledig van Shein, zowel bikini als cover-up. Is outfit nummer 6, denk ik. Dus ja, het is gemakkelijk uit te doen als je gaat zwemmen. Bikini is dus ook flash oranje, triangle vorm. Punt van boven en van achter. Dan het rokje. Ik zat zo even mochten. Daar zit dus een broekje bij wat hier breder kan maken. En van achter bedekt het ook mooi. Dus ja, super mooi. Dit is mijn donkerblauwe bikini. Strapless, bandeau, whatever you want to call it. Het is ook weer met mooi metaal afgewerkt. Zo'n uke omhoog of zoiets. Van achter heeft het streepjesbandjes, dus tanning geen probleem. Er zit zo een cover-up bij, rokje-achtig. Je bindt het hier aan de zijkant. Het is ook dezelfde donkerblauwe kleur, is ook van Shein. Broekje valt heel mooi, heel breed van achter, is ook van Shein. Maar ik heb ook een cover-up wat ik er soms over doe, een langere, omdat het makkelijker is ja, met uit eten of zo. De cover-up die ik erop doe, het is niet doorschijnend, heeft leuke mouwtjes, een mooie V-hals. Van achter is ook gewoon dicht. Het heeft wel, mijn hond ligt te slapen op dit moment, een split dat ongeveer tot het midden van je been komt. Het is heel lang, dus het komt echt wel tot... Zoiets op je benen komt het. Dus het komt ook niet over de grond of zo, maar het is super leuk. Mooi bedekt voor restaurant. Naar het strand te gaan. Dus ja. Dus op deze flashy gele bikini doe ik ook de witte cover-up aan. Dit is een Calcedonia bikini. Ik denk van 2019, maar ik durf niet te zeggen. Ik weet gewoon dat dit een oudere is. Het is flashy, geel, fluorstift geel. Van achter mooi bedekt, je bindt het in de nek en op de rug. Het is triangle, dus perfect. Dit is een donkerrode bikini van Calcedonia. Dit is voor te travelen, voor de eerste dag. Voor het vliegtuig al eentje aan te hebben, want 's ochtends komen we aan. Dus we willen zwemmen voordat we de kamer hebben. Dus ja, donkerrode bikini. Het is hier ook met een goud ringetje afgewerkt en een broekje wat mooi bedekt. Zo, hier is een cover-up op hemdje. Ik weet niet waar ik het vandaan heb. Was heel gemakkelijk aan uit te doen. Hieronder heb ik een lichtblauwe, turquoise-achtige bikini op. Dit is eentje van Calcedonia. Ik kan het binden op de rug. Ja, en een broekje bedenk ik even, want het is heel kort broekje en dat is niet voor YouTube geschikt. Maar wel mooi. En hier aan de zijkant heb je zo van die bandjes. Zo ja. Allerlaatste bikini en cover-up. Deze cover-up is van Shein. Heb ik dit jaar gekocht, dus kunnen jullie zien in de Shein vlog. De vorige vlog denk ik zelfs die online staat. Open rug, mooi afgewerkt. Van onder is ook heel cute. En dit is flesje roze. Fluo roze. Hieronder draag ik een Calcedonia bikini. Mooi bedekt van achter. Is met steentjes overal. Is cute, bandje steentje daar. Zit mooi. Calcedonia bikini zit altijd mooi. Deze heb ik vorig jaar ook 100% zeker gekocht. In Ibiza Calcedonia. Zo. Zo, dit is het einde van deze try-on haul vacation bikini. Ja, zo dit waren ze. Het waren 11 stuks van bikinis en cover-ups. Ik ga 10 dagen, dus ik doe ze niet alle 11 aan, maar ik neem altijd reserve mee. Stel, bij mij is het zo,
Ik doe aan waar ik hoestingen heb. Dus als ik hoestingen op een roze draag, draag ik een roze bikini. Ook een blauwe draag, draag ik een blauwe bikini. Dus dat is matter. Als ik ze allemaal niet gedragen heb. Ik neem gewoon een beetje mee, zodat ik ook een keuze heb op vakantie. Dit was deze vlog. Ik ga proberen zoveel mogelijk linkjes nog in de comment te zetten. Maar ik weet niet of ik nog alles ga terugvinden. Zeker van Calcedonia vind ik niet meer op iets terug. Maar hopelijk vonden jullie dit een leuke vlog. Ik vond het zeker al leuk om te filmen, zodat jullie weten wat ik meeneem. En ik zie jullie in de volgende vlog.